haar ziet er echt niet uit. Ik weet net of dat een of andere boer een schep met koeienmes op de kop te flikken. What the fuck? Vanuit Rick's bootje. En eigenlijk ja, heel simpel, net als vorige keer. Een beetje verticale. Af en toe een beetje met plugjes vissen. En dat als naam weet. Dus ja, niks bijzonders. Gewoon eens kijken of we snoekbaars. En hopelijk nog een paar dikke snoeken kunnen vangen. Deze heeft echt een pens, jongen. Dat vinnetje is echt een stom gezicht, hé. Ja, daar gaat hij al. En hij is weg. Hoppa, daar doen we het voor. Nou, net toen we begonnen was het mistig. Het zag er allemaal heel mooi uit. Maar Rick, wat is er allemaal aan de hand? Ja, het trekt een beetje dicht hier zo. Het wordt steeds gekker. Het wordt echt steeds gekker. En zou zeggen, verder op de ochtend zou het wegtrekken. Het wordt alleen maar gekker. Die zat op 2 meter water. Maar hij deed goed. Ja, dat hadden we wel. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, hoezo? Op, gewoon op elke haak gewoon gepakt, hè? Nee, dit is... Dat is wel mooi op. Niet voor niks dat die aanbeten zo hard waren. Kijk, plaatje. Hele mooie vis, man. Mooi vis. Het begint al wat dikker te worden, hè? Gaan we snel terugzetten. Zonde, maar je hebt ook voor die mensen die tikken en zo vissen gewoon gelijk.
Maar wist Lucas? Ja, dat weet ik al. Ja, dat is een weer een snoek. Of de moeder van alle snoekbazen komt baas boven. Dat kan ook nog. Blijf lijn nemen, hè? Afzet, hè, hier op de rivier. Hij blijft gaan. Hij neemt gewoon lijn pakken, volgens hij mij. Hij blijft gaan. En hier meer valken. Ik kan echt niks doen. Gewoon naar haat. Kijk hem aan, joh. Het Django tegen mij, dat withengeltje weer vol moeten stellen. Ja, een hele dikke snoek, Lucas. Ja, ik ben benieuwd. En dan gaat het weer, hè? Het gaat gewoon weer. Hij heeft diepte natuurlijk, dus ik kan lekker blijven gaan. Ja, hier ga je toch. Hier doe je toch voor, hoor niet? Ja. Hé? Ah, hij is rug gehaakt. Ja. Vandaar! Vandaar dat echt hij zo, in zijn rug, hè? Vandaar dat hij zo knokt. Wat ik denk echt, nou? Hij gaat dadelijk een stoep van weer voor die gozer. Ik denk, hij komt echt weer een dikke metersnoep boven, joh. Nou, weet je, een beetje jammer dit eigenlijk. Nou ja, voor zo'n trutvisje, dan ga ik weer verticalen. Oei, oei. Nou, ik had eigenlijk een dikke metersnoep in gedachten, maar het was een valsgehaakte snoepbaars. Eigenlijk een beetje jammer, maar ja. Dit is niet anders. Altijd hetzelfde als die snoepbaars. Ah, baarsje. Mooi baars, hè? Ah, zo'n leuke baars. Een normale baars. Een normale baars voor hier? Ja. Ja, echt. Ja. Ja, echt. Ik dacht hier een normale baars. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Drukteschop zijn het altijd, hè? Kijk, mooi visje, hè? Prachtig, man. Snel ontwaken. Van de losse wurmen. Ik zeg 45 wel. Ja, ja. Dan houden we hem gewoon. Laten we maar terugzetten, joh. Laten we hem gewoon eens terugzetten. Ja, mooi baas. Eh? Hmm.
Oh. Mag een man niet gewoon even lekker zeiken, joh? Klotzak. Oh, die zijn welkom. Nou, ik wou eigenlijk eerst niet filmen, maar het is een welkome verrassing. We zijn 40 centimeter zo, als je het al redt. Maar... Mooie aasvis. Zeer zeker. Nee, maar het hier, is... in Drecht, hier in Drecht ging klaar, toch? Ja, dat bedoel ik. Nee joh, dat mag in Drecht. Rick, wat heb je er nou aan, gek? Ik weet het weer niet. Nee joh. Echt de meest kleine winden. Op zo'n plug? Nee joh, dat meen je niet. Of is het dan een roof? Dat is zo'n windenroofblij. Ja, zo'n hybride. Ja. Hij heeft de kop van een winden, maar het lijf van een roofblij. Hier moet je kijken, dat is geen... Nee, maar de staart is duidelijk van een roofblij. Het is geen roofblij. Maar de kop, ja. De kop is echt een winden gewoon. Dat is een teringbeest. Hoort hem eens joh. Nou, dit is echt wel een hele beste baars hoor, Rick. Ja, dat is niet mijn favoriet. Deze gaat wel over de 45 heen, denk ik. Ja, dat wel. Nou, deze mag wel even op de film, want dit is echt wel een serieuze vis. Gisteren zegt nog iemand tegen mij, ja, die grote shit van je hebt nooit baar op. Alsjeblieft. Oh, oh, oh. Dat zijn echt baarzen waar menig baarsvisser moord voor zou doen, Rick. Ja, dat kan. Ik niet. Het is wel een knap ziek in ieder geval. Rick, jongen, wat voor aas heb je nou aan? Gewoon een opscheplepel. Gewoon een opscheplepel met een drecht erachter. Hij zegt de werk gewoon. Hij gooit één keer in en hij heeft vis. De gek. Zo, kijk eens, een baars joh. Een baars? Ja, echt een idioot grote baars, ja. Dat is een 50er, ja. Zo, kijk hoe mooi gekleurd hij is. Zegt meneer baarshater. Pak hem maar aan, want hij hangt maar net. Zo, wat een baars joh! Gewoon een eetlepel geverfd met wat voor verf is het? Bouwpakketverf. Bouwpakketverf. Ja. Werkt wel. Meten is weten. Eind 40 is hij sowieso wel. Waar gaan we heen? 49. Ja. 50 precies. 50 precies? Ja. Ja. Lekker dik. Dat is 50 en nummer 7 dit jaar. Hij is gewoon gigantisch. Ja.
Oei, wat is hemmen. Hoppa. Zo. Dag. Ja, zeker. Nou, die Rickert krijgt de aanbeet van zijn leven. Nou, dat valt wel mee. Monsterbaars. Oh, hij heeft wel echt weer zo'n rivierstompie. Ja. Oh, zo super groot is die ook weer niet. Nee. Hij haalt, hij haalt de 50 niet hoor. Nee, dus dan is het gewoon een haasvis toch? Ja, een baars onder de 50 is een haasvis. Ik schat hem op 43, misschien iets groter. Nou, ik schat hem op rond de 40 en houdt er gewoon op. Hij zag er groter uit. Weer op die grote sheds. Gek hè? Echt, dat is typisch voor de rivier hè, zo'n afgerompelde staart gewoon. Dat is gek hè? Hij heeft trouwens strak tegen de grond gelegen. Hij heeft van die roetzuigertjes. Die hoor ik er altijd af. Mooi visje toch? Zeker. Hij is wel boos op mijn... Hij is echt boos. Ja. Hij is echt al dik gevuld, jongen, dat visje. Dag hoor. Tering. Dat is wel echt een serieuze baars dit. Zo, echt mooi hè? Dit is echt wel een hele grote baars. Hoho, een ding weer. Deze is echt wel over de 50, denk ik. We gaan het zo zien, denk ik. Je kijkt wel een baars, joh. Zo niet gezond, jongen. Die is echt groot, hoor. Zo. Normaal zou ik hem wegpleuren, maar moet je kijken. Die is over de 50, wat hoor. Pleur jij weg? Jij was toch een baarslover? Alleen ik mag ze wegpleuren. Ik ben zeker een baarslover, maar deze ga ik wel meten. Ik ga ze ook hem op schoot leggen. Ja, neem hem gewoon anders even op schoot. Hier, houd dat ding nog zijn start. Hoeveel is die? Jammer joh. Hoeveel is die? Ja, met een 48 kunnen we hem niet maken voor jou. Nou ja, dat is hem dan. Nou, gooi dat beest overboord. Hij is heel mooi, man. Nee. Wat een ding, joh. Ik had echt wel gedacht dat hij over de 50 zou gaan, maar... Ja, dat is jouw droom, maar ja, dat... Nou, mijn PR-baars die gaat toch echt over de 50, jongeman. Ja. Ja. Maar toch mooi. Het blijven toch baars, hè? Het blijven baars, hè. Ja. Stoer visje dit. Heel stoer. Ja, dus even kijken wat hij allemaal gedaan heeft, want die heeft hem wel even getrakteerd. Ah, hij zit echt maar net vast of zo. Kijk, twee welletjes. Wat een gek. Wit. Zo is die mooi. Nou ja. Ja, van mij mag hij terug. Van mij ook, hè? Wij vreten ze niet op. Nee. We'll be right back.
Een mega voren, gek. Ja. Zo, wat een voren, joh. Hou die even als aas voor mij. Zo, perfecte aasvis dit, jongen. Ja, jongen. Hou hem. Wat een voren, gek. Echt. Aanhangen of? Nou, ik denk het wel, maar het groot zal het niet zijn. Zie je dat zelfs? Toch wel een beetje shit, hè? Ja. Toch natuurlijk al, maar nou heb ik heel wat en Maar het valt toch een beetje diep. Maar ja, leuk visje. Leuk visje. Ik zal het even maken, want die stingen zit hem echt flink bij zijn anus. Wacht even, dat wil zeggen dat hij heel die shit gewoon lekker heeft zitten rammen. Op zich heeft hij dat wel, ja. Maar zeggen dat snoekbazen bang zijn voor grote aas. Zeker niet. Die shit is gewoon 20 centimeter. Zo, jij had zin om aan te slaan, hoor ik. Ja, je moet kijken wat hij gedaan heeft met die shit. Hard en een half. Die shit zit in mooi verfrommeld. Echt het meest onmogelijk. Boze snoekbaars van de dag gewoon. Altijd die kleintjes, terwijl je ze beet pakt, gelijk de Q-deksels naar buiten. We kijken wat een shit weer, hè. Ja, wat er komt, joh. Dan op, volle stroming. Hij kwam wel 8 metertjes, we zitten nu op 11, we zijn wat afgedreven. Ja, van de rek. Het allemaal die kleine rotsnoekbaars, die zat het ondiepe water. Ja, rot zijn jullie, want dat is wel je toekomst natuurlijk. Maar hij mag weg. Hoppa. Nou, doe. Gewoon weer. Ah, dit is minder, hoor. Ja, dit is veel minder. Het is gewoon een snoekbaars waarschijnlijk. Of echt, hij is zelfs klein, geloof ik. Ja, zelfs verhaal. De aanbeet was echt ernstig, maar volgens mij is het echt niet veel soeps. Ja, ja. Kijk. Oh, joh. Vals gehaakt. Oh, vandaar. Vandaar die aanbeet. Hij zit gewoon echt in zijn buik. Dat is echt ruk, gek. Ik ken dat nou. Die is er gewoon overheen geschoven. Hoe ga ik die eens even pakken? Bij zijn staart. Gewoon bij zijn staart pakken, die gek. Ze zijn wel lekker sterk zo. Ja, al haak jij er even een van 90 zo. Dan wil ik jou over een half uur nog wel eens spreken. Wat echt precies die. Hij zit ook echt bijna niet vast gewoon. Hij is gewoon geschampt. Ja. Maar ja, hij heeft geen pijn in zijn smoek en hij duikt nog een keer bijten. Dat is waar. Zo. Hallo, wat was dat dan? Wat is er allemaal gebeurd, Lucas? Nou, ontiegelijk harde aanbeet, snap je ook wel. Wat een gek. Een snoekbaasje van 30 centimeter en een shed van 20. Wat een mogol, joh. Wat hij denkende dan? Ja, dat past echt niet, hè. Nou ja, houd hem. Klein ook welkom. Ja. Toch nog vis na die klote regenbui van net. Zo, ja, het begon even te hozen. Maar die hengel, die gaat goed krom, joh. Nou, ik gok op een snoekje, joh. Op een snoek? Ik weet het niet. Blijven we allemaal raar doen en diep doen, jongen. Nee, het is toch een mooie snoekbaars. Is het snoekbaars? Nou, daar hebben we hem, die gek. Waar is die zo, plug? Waar is die plug heen? Wacht, ik zal eerst even een tangetje pakken. Pak jij eens een tangetje. Altijd makkelijk om gelijk bij de hand te hebben. Ja, dat zeker. Nou verspelen, hè. Heel die haak achter in zijn anus. Wat probeer ik te pakken, hier? Ja, je bent een beetje aan het ouwehoeren. Hoppa. Snoekbaars landen op Rikse manier. Dus even kijken voordat ik een kilo pak, voordat ik dadelijk iets in mijn hand te hangen. Wat daar niet hoort. En dan maar zeggen. Nou, augustus hoef je het niet meer te proberen met een plug. Want nou, hier moeten wij een foto van hebben, of niet? Nee, ik probeer hem eerst. Dus daar is een kiel. Oh ja, dat is link. Daar kunnen we hem beter eerst losmaken. Het is gewoon echt ruk dit natuurlijk, hè. Zo, die heeft hem echt serieus genageld, jongen, deze. Die aanbeet ook, jongen. Zo, dat is ja, hard. Kon ook niet missen. Maar hij is los. Hij is los. Dat heb jij mooi gedaan, jongen. Zo zijn. 60 centimeter of zo. Echt weer een mooie bruine. Mooi! Ja, hoor. Het is zover. Goeie beuk.
dezelfde vis als mij. Ja, die heeft net pas gelegen van hem. Dat vinnetje zag een stom gezicht, hé. En ik had hem helemaal aan de andere kant. Ja, gewoon echt 2 kilometer verderop of zo. Dus het is gewoon dezelfde als mij, gek. What the fuck, hé. Dat is bizar. Daar had hij weer de dubbel van. Echt raar, jongen. Ik had hem gewoon zo ver verderop, hè. Ik heb het 2 jaar ertussen, hè. Op dezelfde plek en dan gewoon 6 centimeter schroet. Ja. En die legt daar op dezelfde stek. Dus voor mij blijven snoeken in de buurt, hoor. Ja, maar deze, waar... Kijk, we hebben een pad uit. Die plek is regen dus. Ja. We zijn gezond, hoor. En die eet alleen maar van die klootgrond of iets. Tuurlijk veel te gekke ding. Nou, afgelopen week zijn we 5 keer de rivier op geweest met Rick. Soms met z'n tweeën, soms met meerdere. Ik heb een beetje de leukste dingen die we hebben meegemaakt hier op de rivier. Rick, hou alsjeblieft toch achter die camera. De leukste dingen die hebben we gebruikt. En je ziet me weer dat je soms de stomste dingen meemaakt. Zeker vandaag een snoek die ik 3 weken geleden ving. Die ving Rick nou aan de andere kant van de rivier, even 3 kilometer verderop. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like de video even, abonneer op ons YouTube kanaal. Like de Facebook pagina, dat staat in de beschrijving. En dan zeg ik keep fishing. Later.